neemt een blad papier, legt dat op een tisch. De tweetalige VMBO-opleiding van het Rehobot in Hogezand is uniek in zijn soort. Het is de enige school in Nederland waar leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs in het Duits. En Duits is er populair. Ja, leuk taal. Het is niet zo moeilijk. Ja, lijkt op zich best wel veel op Gronings. Dus, leuk taal. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Lange tijd had de jeugd verkeerde associaties met het Duits. Ik vraag in het begin van de eerste klas altijd van schrijf eens even op. Wat weet je van Duitsland? En daar komt Hitler eigenlijk altijd op plek 1 of 2. Ik heb dat nu in de tweede en de derde klas dan ook gevraagd. En dan staat hij veel verder naar beneden. Hij zit nog steeds wel in het rijtje. Maar hij zit wel verder naar beneden. Er zijn dus andere ervaringen voor teruggekomen. En jetzt wird gesproken. Maurits vindt goede noten zeer wichtig. Ik heb nu al 3 jaar Duits en eigenlijk is het best wel makkelijk. Het lijkt een beetje op Gronings. Ik hou niet zo van Engels. Ik vind Duits veel leuker. Zo'n 50 kilometer verderop in het Duitse Wener is Nederland sinds kort het hoofdvak op de Karl Bruns Realschule, zeg maar de Duitse VMBO. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Soetsier. En dat Nederlands valt nog niet mee. Hoi, hoe gaat het ermee? Het moeilijke is de uitspraak voor de Duitsers, omdat de klanken heel verder achteren worden gesproken en dat is voor de leerlingen wel moeilijk. De ei en zo, dat zijn klanken die bestaan in het Duits niet. Hallo Gabi, hoe gaat het vandaag? Prima, ho! De Duitse leerlingen krijgen 4 uur in de week les in Nederlandse taal en cultuur. En Duitse grenskinderen blijkt dat redelijk af te gaan. Het Plattdeutsch in het Rijderland is op allebei de kanten van de grens bijna gelijk. En als je die achtergrond hebt als kind, dan kun je heel snel de stap naar het Nederlands doen. Hoi René, en wie is dat? Dat is Nico. Hoi, ik ben Nico.